Nou, welkom in mijn woonkamer, jongens. Vandaag doen we hem niet vanuit de box, maar ik dacht, ik blijf lekker een dagje thuis. En ik ga hem gewoon vanuit mijn woonkamer doen. Gisteren hebben we een wat relaxere workout gehad. Gewoon lekker blijven wegen en niet zozeer voor intensiteit werken. En vandaag gaan we die intensiteit weer lekker terugbrengen. Het is een voor tijd workout, dus we gaan hem zo snel mogelijk afronden als we kunnen vandaag. En wat we gaan doen is een ladder van 15, 12, 9 van push-ups, sumo deadlift high pulls en thrusters. Dus je doet overal 15 herhalingen van, vervolgens doe je er overal 12 van en we eindigen met overal 9 herhalingen van. Dan hebben we 1 minuut rust en dan gaan we daarna weer die ladder omhoog. Dus we beginnen met 9, dan gaan we naar 12 en dan naar 15 van de omgekeerde volgorde. Dus in plaats van dat we met de pushers beginnen we met de thrusters, gaan we naar de deadlift high pulls en we eindigen die ronde met de push-ups. Dus overal eerst 9 van, dan 12, dan 15. Vandaag ga ik proberen om in ieder geval deels mee te doen. Ik zal je een beetje in de gaten blijven houden, maar je kan gewoon een beetje kijken wat de volgorde van de oefening is door mij te volgen. We eindigen straks met een lekkere core finish nog. We gaan nog even aan de buikspieren werken. En we doen daarna nog even een stukje mobiliteit, zoals we altijd de les afsluiten deze week. En dan kan het weekend echt beginnen. Voor we gaan beginnen met de workout, gaan we even lekker opwarmen. Wat ik heb bedacht, we gaan even lekker 2 rondes doen. We beginnen zo meteen met 10 squats. Voeten gaan mooi op schouderbreedte. Armen een beetje luchten, dat we mooi trotse borst houden. Je squat naar beneden. Komt omhoog. Van de zijkant gezien, probeer mooi rechtop te blijven. Met het bovenlichaam. En je komt weer omhoog. Dat zijn 10 herhalingen die we gaan doen. Vervolgens gaan we de push press doen. Daar gaan we een materiaal voor gebruiken. Wat je eigenlijk nodig hebt vandaag is of een rugzak met een beetje gewicht erin. Mocht je vandaag of bij ons dumbbells hebben geleend voor kettlebells, kun je die ook prima gebruiken vandaag voor de workout. Voor de push press, als je de backpack gebruikt, breng je hem in de front rack positie. Elleboog mooi onder de backpack, maakt een kleine dip en duwt het gewicht over je hoofd. Ook hier gaan we de 10 van doen. Gebruik je een kettlebell of een dumbbell, dan kan je het volgende doen. Breng je de kettlebell of de dumbbell naar 1 arm, ga je eerst 5 keer links. En na 5 herhalingen wissel je hem om, ga je hem 5 keer rechts doen. Als je maar in totaal 10 herhalingen doet. Na de 10 push presses gaan we naar mountain climbers. We komen mooi in een push positie. Zorg dat de schouders boven de handen zijn. Goed die core spanning houden. Vanuit hier gaat de knie richting de borst. En dan gaan we 10 keer de mountain climber doen. Per been. Dus eigenlijk doe je 20 herhalingen. Je moet 10 keer die knieën per been hebben ingetrokken. En we eindigen, we blijven in die push positie met een push-up. Gevolgd door de down dog, even lekker een stretch opzoeken. En daar doen we er 5 van. De push-up kan je ook vanaf de knieën doen. Maak je push-up. En kom je dan even op de voeten. 2 rondes, 10, 10, 10 en 5 herhalingen. Het eerste rondje doe ik lekker mee, het tweede rondje maak je dan af op je eigen tempo. Zijn we er klaar voor, guys? Yes, goed. Alright, guys. Beginnen we met de air squats. Gaan we 10 herhalingen maken van de squats. Heel goed. We gaan naar de push press. Dus pak je gewicht erbij. Probeer mooi die handen of je hoofd door die arm heen te brengen. Dat we een volledige extensie bovenin hebben. Goed. En dan gaan we door naar de mountain climbers. Kom mooi in de push-up positie. Schouders boven die handen houden. Goed, en de laatste blijven in de push-up. Maak de push-up positie. Even die hielen mooi de grond induwen. Hou die spanning even kort vast. Yes, goed.
Heb je één ronde af, mag je lekker op je eigen tempo ronde nummer 2 doen. Dus we beginnen weer met 10 air squats. Yes, heel goed. Kijk, Paco's erbij, Rosine, Willem. Goedemorgen jongens, leuk dat jullie er zijn. Yes, en na de 10 squats doen we 10 push presses. Ja, goed Rosine, bend over row, prima alternatief. Kijk, Paco met 2 dumbbells in zijn handen, lekker bezig. Dan heb je de push press gedaan, mag je door naar de mountain climbers. Yes, netjes. En heb je 10 mountain climbers per been gedaan. Push up to down dog. Hou in die down dog positie even lekker vast. Dus je wilt even een paar seconden die spanning vast hebben. Heel goed. Goedemorgen Floris, leuk dat je er bent. We zijn al een beetje naar warming up bezig. Goedemorgen. Oké, te zien is iedereen zo'n beetje klaar. Alright, goed. We hebben 3 oefeningen, jongens. We beginnen even met de simpelste, de push-up. Zorg ervoor, het zijn niet mega veel herhalingen, dat we gewoon voor kwaliteit gaan bewegen met push-up. Wat we willen zien in de push-up? Je komt met de handen onder de schouders als een plank. Dus ik ga die buikspieren goed aanspannen. Vanuit hier breng ik de ellebogen naar achter. Raak met mijn borst de grond aan en mijn heupen die blijven licht van de grond af. Ik duw mezelf weer uit als een plank, ga weer omlaag en kom weer omhoog. Dit kan ook vanaf de knieën. Zorg ervoor dat je hier goed die heupen strekt. Waardoor we als een plank ook op deze manier push-ups kunnen maken. Voorkom dat dit gebeurt en dat je deze beweging maakt. We willen goed die heupextensie hebben en op die manier als een plank. We beginnen hiermee met 15 herhalingen. Weet je van jezelf, ik ben niet zo heel goed in push-ups. Bereken gewoon vanaf het begin lekker slim op. Set je van 5 bijvoorbeeld. We willen niet dat je op een gegeven moment te lang blijft hangen en nog maar 1 of 2 push-ups kan doen. Dan gaan we naar de sumo deadlift high pull. Heb je een backpack? Dan begint die backpack straks op de grond. Met de sumo deadlift hebben we een wat bredere stand. Een goede uitgangspositie is je voeten buiten de schouders plaatsen. Vanuit hier ga je tenen iets meer naar buiten brengen. En de startpositie is dat we actief onze knieën naar buiten gaan duwen, waardoor onze knieën boven de enkels komen. Van de zijkant gezien, in die brede stand, heupen gaan naar achter en de knieën ga ik actief naar binnen, naar buiten duwen. En ik wil een mooie rechte rug houden. Vanuit hier pak ik mijn backpack vast. Activatie van mijn schouderbladen, ik kom omhoog in de deadlift. Heupextensie en ik trek het gewicht door naar boven. Met een beetje tempo. En weer naar beneden. En weer naar beneden. Zorg ervoor dat je elke keer die hip hinge pakt. Dus een mooie rechte rug houdt. Gebruik je nou een dumbbell of een kettlebell? Dat is uiteraard hetzelfde. Brede stand. Startpositie. Omhoog. En je gaat er naar beneden. Woon je op de 2e verdieping bijvoorbeeld? Doe dan even het volgende. Leg een kussen onder je gewicht. Dat vind ik onderbuur ook leuk. Ja? 15 sumo deadlift high pulls. En na de sumo deadlift high pull gaan we naar de thruster. Heb je een backpack? Gaan we weer in die frontrekpositie. Je maakt een squat waarbij je het gewicht mooi hoog houdt. Dus duw die handen mooi omhoog. Komt explosief omhoog. Strekken. Die manier.
Heb je nou een enkele dumbbell of een kettlebell? Dan wil ik dat je gewoon gaat afwisselen van arm. Dus je gaat er eentje vastpakken. Squat. Press. Waar je dat bij de ronde van 15 en 9 niet helemaal kan. Maar dan kan je met je dominante arm gewoon één extra herhaling maken. Dan doe je bijvoorbeeld 8 links, 7 rechts. En op die manier ga je thrusters maken. Hebben we de ronde van 15 gehad, gaan we naar de ronde van 12. Dan de ronde van 9. Pak je 1 minuut rust voor jezelf. Dan gaan we van 9, 12, 15. Dan beginnen we bij de thruster, sumo deadlift high pull. En dan de push-up. Duidelijk? Even het chatbericht even kijken. Doe maar squats met gewicht, Rosine. Maak je gewoon mooi front squats. Alright. Wat jullie mogen doen, guys. Pak even, zorg dat je een flesje water klaar hebt staan. Ik ga even kijken of ik iets van een klokje in beeld kan krijgen. Ik weet het niet doen. Ik heb er wel eens denk ik te zwaar. Goed, klokjebeeld lukt niet. Ik zal de tijd bijhouden voor ons. Even kijken, klokje erbij. Goed, het is een timecap van 14 minuten, jongens. En deze workout is echt bedacht, ga zo snel als je kan. Dus ga gewoon lekker all out. Zorg bij de oefeningen waarvan je weet, ik ben er iets minder goed in. Breek ze gewoon even slim op, zodat je kort rust hebt en meteen weer lekker door kan gaan. Yes? Goed. Ik zal de eerste paar rondes even meedoen om de oefeningen te laten zien. Dan kan je gewoon lekker volgen als je de volgorde bent vergeten. En dan gaan we lekker los. Goed, guys. Mogen jullie klaarstaan? Dan beginnen we zo met de push-up. Alright. Get ready. Gaan we in 3, 2, 1 en here we go. Heel goed, guys. Houd de tempo vast, ziet er allemaal goed uit. Heb je de ronde van 15 gehad? Ga je naar de ronde van 12. Netje Paco, ziet er goed uit. 2 dumbbells, heel goed. Yes, net Sharon, heel goed. Zoek mooi die heupextensie in je high pulls. Kracht komt uit de heupen. Yes.
Yes, alright, klas Tom, get ready, gaan we weer. Kom aan, push-ups, netjes. Klasse Willem. Zo zien, mooi zware backpack, heel goed. That's it, guys. Hou de tempo vast. Netjes. Kom aan, hou vast. We zijn 3 minuten onderweg. Hou die elleboog mooi hoog, Tom. Bovenin wil je ellebogen boven de kettlebell houden. Yes, dat is hem. Netjes, Paco. Ziet er goed uit. Lekker, Jess. Ziet er goed uit. Lekker in het zonnetje. Houd het vast, jongens. Kom aan. Zit op 4 minuten. Hou de tempo vast. That's it. Heel goed, jongens. Hou dit vast. Ben je klaar? Pak je een minuutje rust. Daarna beginnen we met de ronde van 9. Maar in plaats van de push-ups begin je bij de thrusters. Dan gaan we naar de sumo deadlift high pulls. En we eindigen de ronde met de push-ups. Dus gaan we in tegenovergestelde richting doen. Yes, heel goed. Ruim 5 minuten onderweg. Netjes, Willem. Klasse, Tom, hou vast. Ben iets verder te squatten als het lukt, Tom. Yes, netjes, that's it. Heel goed, guys. Voor degenen die de tijd nog bijhouden, zie je mijn klokje. Zit op 5:47. Pas, jongens, hou vast. Hoppa, als je een nieuwe ronde ingaat, dan gaan we weer helemaal omhoog. Dus de rondes worden langer en langer. Dat maakt hem pittig. Probeer het tempo te vinden die je weet die je vast kan houden. Yes, klasse Kenneth, ziet er goed uit, zo vast. Lekker, yes, mooi push-ups. Klasse Marcia, heel goed. Heel goed, guys. Blijf lekker full range of motion hebben. Oftewel, in die squats willen we echt helemaal mooi naar beneden komen. En dan jezelf mooi uitstrekken bovenin. We zitten nu op 6:45, Paco. Ik zal maar even een beeld houden voor je. That's it. Hou de tempo lekker vast, jongens. Netjes, Sharon. Kom aan. Explosief blijven uit de bodem. Boom. That's it. Netjes. Ziet er goed uit, guys. Kom aan. Probeer de tempo vast te houden. Ik weet dat de rondes langer worden. Zit op 7,5 minuut.
Yes, mag je bijna weer gaan, Paco. Maak je klaar? Netjes, jongens. Kom op, houd het vast. Even kijken of ik... Er loopt onder in beeld, jongens. Kun je een beetje bijhouden? En ook als je straks klaar bent, dan weet je ongeveer wat je tijd is. Als die duidelijk te lezen is. Ziet er goed uit, guys. Kom op, houd het vast. Netjes. Zowel bij de thrusters als bij de high pulls. Blijf goed die heupen gebruiken. Hoe meer je de heupen gebruikt, hoe makkelijker het gewicht mee omhoog komt. Netjes, kom aan, guys. That's it. Nou, dit vast. We zitten nu op 9 minuten. Netjes. Lekker, jongens. Kom op, mooi tempo. Houd het vast. Lekker, yes. 9:18 was je klaar. Hoppa. Netjes, jongens. Kom op. We zijn de laatste loodjes. Hou die tempo vast. Kom aan. Goed uit die heup blijven bewegen. Yes. Netjes, Sherman. Kom aan. Push-ups weer in. Kom op. Klasse, Rosine, ziet er goed uit. Netjes, Willem. Krachtig uit die heupen. Kijk eens. Jess kan zijn haar alweer goed doen. Lekker bezig. Netjes, jongens. Kom op, hou vast. Inmiddels over de 10 minuten. We hebben nog een kleine 4 minuutjes te gaan. Kom aan, hou die diepte, Tom. Iets dieper in die squat. Ik weet dat het zwaar wordt. Netjes, kom op, hou dit vast. Sharon wil graag de tijd weten. Wie? Sharon, oh sorry, we zitten op 10:40 nu. Hier in beeld. Bij het plantje. Yes, hou vast, jongens. Kom aan, meestal alweer bij de push-ups, houd het vast. Zit op 11:15 momenteel. That's it, kom aan, Kenneth. Hou vast. Netjes. That's it, guys. Kom op. Netjes, Masha. Ga maar even lekker zitten, inderdaad. Oké, we gaan de laatste 2 minuten in. Voor degenen die nog bezig zijn, kom op, hou de tempo vast. Probeer hem te finishen. Netjes, Paco, kom op. Lekker, Paco, kom aan. Lekker, Willem. Kom op. Dan. Laatste stipje. That's it. Houd het vast. Hoppa, kom op, Paco. Netjes.
Goed, je hebt nog een goede minuut. Kom op, houd tempo lekker hoog. Kort rusten. En dan gaan we. Kom op, alles geven wat er nog in zit. Kom op, Paco. Netjes, goed die heupen blijven gebruiken. Lekker pakken, hou er rammer, kom aan. Afmaken die op. Yes, en die push-ups in. Kom op, kleine setjes, kort rust. Heel goed. Netjes. Schud die arm even uit, Paco, en gaan we weer door. Kom op. Hou vast, Paco. Laatste 10 seconden. Kom op, nog een paar herhalingen. Houd het vast. Nog 3, 2, 1 en done. Klasse, Paco. Goed gewerkt, man. Lekker gedaan. Goed. Kom even lekker rustig bij, jongens. Drink even een slokje water. Ziet eruit alsof het zwaar is, Paco. Goed gedaan, man. Alright, terwijl jullie lekker aan het uitrusten zijn, zal ik even uitleggen wat we gaan doen voor het core gedeelte. We hebben straks 2 verschillende oefeningen. We gaan het IMOM-stijl doen. Dat betekent dat we elke minuut wisselen tussen die 2 bewegingen. En per minuut zijn we 45 seconden aan het werk. Dus je hebt steeds 15 seconden rust om heel even bij te komen en te wisselen van positie. De eerste oefening. We komen straks in de plank. Zorg dat je goed die bilspieren aanspant en je core mooi op spanning brengt. Vanuit hier ga je 45 seconden lang naar de push-up positie en weer naar beneden. Probeer hier lekker af te wisselen met de hand waarmee je omhoog drukt. Belangrijk is dat we goed spanning in onze core houden en die bilspieren op spanning houden. Dat we echt als een plank mooi op en neer gaan. Na 45 seconden pak je 15 seconden rust. En in de volgende minuut gaan we Russian twist doen. Die kan je met of zonder gewicht doen. Wil je het met gewicht doen, pak dan je backpack of je kettlebell erbij. Er zijn 2 manieren om hem te doen. De eerste is de meest uitdagende, waarbij we in deze positie, dus een beetje een V-positie met ons lichaam, kan je of die hielen van de grond brengen, of je duwt ze licht in de grond. In de grond duwen maken ze ietsje lichter dan dat ze van de grond af zijn. Vanuit hier pak ik mijn gewicht en dan ga ik 45 seconden lang mijn gewicht steeds naar de andere kant op de grond brengen. Merk je nou op een gegeven moment dat het van de hielen van de grond in me lukt, duw dan die hielen licht de grond in, kan je een klein beetje tegengewicht geven, wordt het ietsje makkelijker van. Ook deze 45 seconden, en dat gaan we 8 minuten lang doen, oftewel 4 keer per station. Duidelijk? Goed. Oké, guys. Ben je ook weer klaar voor, Paco? Yes, top. Goed, we beginnen met de eerste, de plank to push-up. Ik zal de eerste 2 minuten meedoen. Dan kan ik jullie daarna weer mooi in de gaten houden. Goed, maak je klaar, guys. Kom allemaal mooi in de plank. En dan gaan we in 3, 2, 1 en here we go. 45 seconden werken. Probeer goed te focussen, zodat je je bilspieren ook spanning houdt. Goed vanuit die core werken. Nog 15 seconden. Nog 3, 2, 1 en rust. Heel goed, guys. Nog 10 seconden, we gaan naar de Russian twist. Maak je klaar. Nog 3, 2, 1 en here we go.
Hij heeft 10 seconden. Drie, twee, één. En rust. Heel goed, guys. We hebben 1 ronde gehad. We hebben nog 3 te gaan. We gaan naar de plank. Maak je klaar. 3, 2, 1. En dan gaan we. Yes, probeer goed die core spanning te houden. Span die bilspieren aan. Gaat goed jongens, kom op, hou vast. Netjes. Gaat hij niet om snelheid. Gewoon mooi gecontroleerd op en neer. Gaat gewoon toch lekker die spanning vast kunnen houden. Hoe sneller je op en neer gaat, hoe meer die spieren ook gaan verzuren. En pak je rust. Ga je 10 seconden rust. Wisselen weer naar de Russian twists. Get ready guys. Gaan in 3, 2, 1. En daar gaan we. Kom maar. Netjes jongens. Houd het vast. Gewoon mooi steady tempo. Het gewicht naar de andere kant brengen. Merk dat het zwaar wordt. Duw die hielen even licht in de grond. Dan krijg je iets meer stabiliteit. Het ontlast de buikspieren een klein beetje. Heel goed, guys. Kom op. Hou vast. Laatste 10 seconden. Nog 5. 3. 2. 1. En ontspan. Heel goed, guys. Zit alweer op de helft. We gaan zo weer naar de plank toe, push-up. Hij kan nou pittig gaan worden. Breek hem even op tussendoor. Gaan we in 3, 2, 1. En here we go, guys. Kom maar. 45 seconden. Lekker steady pace. Niet te snel op en neer willen. Focus vooral op je buikspier op spanning houden. Bilspier op spanning houden. En op die manier lekker te blijven bewegen. Merk je nou dat het opdrukken niet meer helemaal lukt? Ga dan gewoon naar een normale plank. Zo kan je gewoon lekker op de elleboog komen. En hou die spanning dan gewoon vast. Gewoon een statische plank. Juist het dynamische element maakt het gewoon heel pittig. Merk dat het niet meer lukt. Kom aan, hou vast. Laatste 5. Nog 3, 2. 1. En ontspan. Goed, guys. Dit kunnen zomaar de langste 45 seconden van je leven worden. Zeker die plank, de push-up, is gewoon heel pittig. Get ready. Gaan we in 3, 2, 1. En here we go. Russian twists. Netjes, jongens. Heel goed. Houd dit vast. Klassiek, hij is gewoon lekker heel steady pace. Nog 15 seconden. Nog 5. 3. 2. 1. En ontspan lekker. Goed, we hebben nog 1 volle ronde te gaan, jongens. Dus 2 minuutjes werken nog. Daarna gaan we nog even lekker stretchen. En dan kunnen we hopelijk van het zonnetje gaan genieten. Alright, maak je klaar, guys. 5 seconden. Gaan we in 3, 2, 1. En here we go. Kom maar. Laatste keer de plank to push-up. Hou alles mooi op spanning. Core, de billen.
15 seconden. Hou vast, laatste beetje. Nog 3, 2, 1 en rust. En dan de allerlaatste, jongens. Nog 1 keer de Russian twist. 5 en 3, 2, 1 en daar gaan we. Kom maar. Laatste minuut. Houd het vast, jongens. Kom aan. Laatste 15 seconden, kom op. Kon niemand zien stoppen, houd de tempo vast. Laatste beetje werken, kom aan. Nog 5, 3, 2, 1. En ontspan lekker. Goed gedaan, jongens, klasse. Oké, kom lekker rustig bij. Ik wil dat jullie even lekker een slokje water nemen. Wat we nog hebben te doen zometeen, een stukje mobiliteit. Ik ga straks even de 3 oefeningen laten zien. Oké. Goed, als je je slokje water hebt gepakt, jongens. Ga ik de movers laten zien. We beginnen zo meteen. Even de hamstring stretchen. Wat je doet. Ik zal maar van de zijkant, misschien wat makkelijker. Je komt in een lunge. Vanuit deze positie gaat mijn voorste been. Zet ik de hak in de grond. En ik ga de teen naar me toe trekken. En vanuit hier ga ik nu rustig. Langzaam naar voren. En ik blijf actief meteen richting mijn lichaam trekken. En nu ga ik goed in een stretch. Met name ook achter de knieën en een beetje in de hamstrings en de kuiten. Probeer hier gewoon zo ver mogelijk te komen als het comfortabel voelt. We gaan op onze ademhaling letten een minuut lang. Probeer steeds wat dieper in die stretch te komen. Na een minuut wisselen van kant. En dan gaan we naar het andere been. Yes? Dat is de eerste oefening die we doen, jongens. Mogen we allemaal mooi naar lunch komen. Leg even een kussen of een matje onder je knie. Zeker als je gewoon op de vloer je knie zet. Kan een beetje vervelend zijn. Goed. Ga mooi klaarstaan. Gaan we in 3, 2, 1 en here we go. Het kan een beetje intens voelen in het begin. Probeer goed op je ademhaling te letten. Dus diep inademen en dan rustig uitademen. Bij het inademen zul je merken dat je misschien wat meer spanning creëert. Maar juist bij het uitademen voel je misschien die ontspanning een beetje komen. En dan wil je een beetje mee gaan vieren dat je iets dieper die stretching kan komen. Op die manier kunnen we steeds wat verder gaan. We hebben nog 20 seconden te gaan. Goed jongens. Laatste 5. 3. 2. 1. En kom rustig uit deze positie. Dan gaan we naar de andere kant. Waarschijnlijk voel je aan de ene kant veel meer stretch dan aan de andere kant. Zeker meestal bij ons mannen. Daar hebben we vaak last van. Die hamstrings. Goed, guys, half minuutje nog. Oké, laatste 10 seconden. En ontspan me lekker.
Kom rustig uit deze positie. Volgende oefening die we gaan doen. Je komt in een push-up positie. Vanuit hier ga je één voet weer naast je hand brengen. Andere knie gaat gewoon mooi naar de grond toe. Arm die naast mijn voet zit. Klein beetje achteruit gaan. Ga ik de elleboog zo diep brengen als ik kan. Gaan we echt even hangen in die heupen. En dan wil ik dat je je knie actief naar buiten duwt. Vanuit hier draai je volgens helemaal mooi open. Hand gaat richting het plafond. Op een mooie gecontroleerde manier. Blijf je tussen die twee posities bewegen. Hou die knie actief naar buiten. Dan gaan we die heup nog extra openen. Het geeft ons ook ruimte om met het bovenlichaam langs het been te komen. Gaan we een minuutje aan één kant doen. En volgens een minuutje aan de andere kant. Gaan we over 5 seconden, jongens. Nog 3, 2, 1. En here we go. Doe het niet snel. Zoek gewoon even lekker die stressposities op. Zoek die spanning op. Kom gewoon in een lekkere flow wat voor jou goed werkt. De een vindt het ietsje sneller misschien lekkerder. De ander juist heel ontspannen en rustig. Nog een halve minuut. Laatste 5. Nog 3, 2, 1. En kom rustig uit deze positie. Gaan we naar de andere kant. Blijf die knie mooi actief naar buiten duwen. Draai ze ook helemaal open. Probeer gewoon met je hand richting het plafond te gaan. Probeer het maar vast te pakken. We willen volledig onszelf helemaal uittrekken. Heel goed, jongens. 20 seconden. Laatste 10. 5, 3, 2, 1. En ontspan. Goed. De laatste oefening. Wat we zo gaan doen, we gaan op ons knieën en dan gaan we wat breder zitten. En dan wil ik dat je vervolgens boven op je voeten gaat zitten. Dus je voeten zijn op die manier op de grond. En dan ga je met je gewicht een klein beetje boven op de voeten zitten. Dan stretch je ook gelijk de enkels een beetje mee. Vanuit hier ga ik mooi naar voren lopen. En ik blijf wel die heupen mooi naar achter duwen, dat ze contact houden met mijn voeten. Ik maak mezelf mooi lang. En vanuit hier ga ik nu mijn handen achter op mijn schouders zetten. En als het goed is, ga je een extra stretch voelen. Met name in dit gedeelte. Die houden 2 minuten vast, dus wat een lange periode. Probeer gewoon ook lekker op je ademhaling te letten. Geef je over aan die spanning. En dan gaan we 2 minuutjes in die positie. Goed, maak je klaar, jongens. Zodat je mooi een beetje breder zit. Voelen we ook stretch namelijk aan de binnenkant van de heupen. En vanuit daar kun je ook wat makkelijker met je bovenlichaam weer tussen die benen komen. Goed, mogen jullie lekker helemaal in de voren komen, jongens. Ben je mooi uitgerekt, dus voel je stretch in je schouderbladen. Breng die handen achter je hoofd. Als je ellebogen mooi in de grond zitten,
Duw die heupen dan actief naar achter, richting de voeten. Dan ga je nog wat meer stretch voelen. Met name in die lats, die triceps. Ja, goed jongens. Die billen gaan actief richting de voeten. En nog 1 minuut te gaan. Nog 15 seconden, hou vast. En dan 3, 2, 1. En ontspan. Goed. Lekker gewerkt, jongens. Sommigen hebben lekker in het zonnetje gelegen. Supergoed. Top dat jullie er allemaal waren vandaag. Fijn weekend. Morgen 10 uur hebben we weer eenzelfde sessie. En dan gaan we gewoon weer lekker even zweten. Geniet van het weekend. En tot snel, guys. Doei. Thanks, guys. Tot dan een keer. Doeg. Doei. Super.